De wijzen uit het oosten. Dit is Jezus. Hij is de Zoon van God die geboren werd in een stal in Bethlehem. Zijn vader en moeder op deze aarde waren Maria. Hoi. En Jozef. Hallo. Jozef en Maria waren helemaal van Nazareth naar Bethlehem gereisd. Bethlehem lag in de provincie Judea waar koning Herodes de baas was. Hij wist nog helemaal niets van die kleine koning Jezus. Wel hadden een paar wijze mannen uit het oosten een ster aan de hemel zien staan die hun vertelde over een pasgeboren koning. Met veel geschenken reisden ze naar het paleis van Herodes in Jeruzalem en vroegen de koning: Dag koning, waar is de pasgeboren koning van de Joden? We zagen dat aan een ster aan de hemel en willen hem eren. Toen Herodes hoorde dat er nog een koning geboren was in Judea, schrok hij enorm. Ga! Niet jullie! Hij riep meteen de geestelijke leiders bij hem en vroeg: Waar in Judea zou een koning geboren kunnen zijn? De profeet Micha heeft ooit gezegd dat er een nieuwe leider van Israël geboren zou worden in het kleine plaatsje Bethlehem. Niet hier in Jeruzalem dus. Koning Herodes wilde die kleine koning meteen uit de weg ruimen en bedacht een list. Hij liet de wijzen uit het oosten weer bij zich komen en vroeg hun op welke dag ze de ster voor het eerst hadden gezien. Ga naar Bethlehem en zoek goed naar dat kind. En als u het gevonden hebt, vertel mij dan precies waar ik hem kan vinden, zodat ik hem ook kan eren. Dat is goed. Mooi, u kunt gaan. Maar stiekem wilde Herodes alleen maar weten waar die kleine koning was, om hem te doden. En zo gingen de wijzen verder op reis. En de ster die zij zagen, leidde hun naar Bethlehem. De ster ging voor hen uit en stopte bij het huis waar Jezus zich nu bevond. De wijzen waren super blij dat ze de plek gevonden hadden. Hallo. Oh, geweldig! Ze knielden neer voor Jezus. Oh, wacht! Ze hadden hele dure geschenken voor de kleine koning meegenomen, zoals goud, wierook en mirre. Die nacht verscheen God hen in een droom en vertelde hun niet terug te gaan naar Herodes in Jeruzalem, maar om via een andere weg weer terug te gaan naar huis. En dat deden zij. Toen zij vertrokken waren, verscheen er ook een engel in Jozefs droom die zei: Sta op! Vlucht snel naar het land Egypte! Koning Herodes wil Jezus doden! Nog diezelfde nacht vluchtten Jozef en Maria met Jezus naar Egypte en bleven daar net zo lang totdat Herodes overleden was en het veilig genoeg was om weer terug te gaan naar Israël. God liet hen weten om niet terug te gaan naar Judea, waar nu de zoon van Herodes koning was. Jozef en Maria gingen toen weer terug naar Nazareth in Galilea en vonden daar een nieuw huis. In Nazareth zou Jezus opgroeien en later de meest wonderlijke dingen doen. Precies, volgens Gods plan.